Helemaal niet. Het is geen grote onzin. Het is iedere dag moederdag, ja, maar het is niet een onzin dat je één dag neemt om speciaal te vieren met de moeders. Wat heeft uw moeder met uw cadeau van vorig jaar gedaan? Vorig jaar had ze eigenlijk geen cadeau gekregen van mij, want we hebben gezamenlijk als familie iets gekocht. Het was een toaster. Staat nog in de keuken, wordt gebruikt door iedereen in het huis eigenlijk. Maar, eigen belang? Nee, niet eigen belang. Mijn moeder die wilde altijd een toaster. Hè? Die zei altijd van ik wil een toaster. En die toaster werd gegeven aan haar, zoals ze wilde. Zondag is het moederdag. Ja. Grote onzin natuurlijk, want moeders willen gewoon elke dag toch aandacht. Ja. Wat heeft u daar in uw tas, moederdag cadeautjes gekocht? Nee, dingen voor mijn kindjes. Oh, u bent zelf moeder? Ja. Zit u te wachten op cadeautjes van hun of heeft u zoiets van, nou, ze moet mij elke dag wel aandacht geven? Elke dag aandacht. Moederdag is een normale dag. Zoals iedere dag voor mij, ja. Meneer, ik zie dat u hier op de Pontjesbrug loopt met een tas in uw hand. Moederdag cadeautje gekocht? Nee, dit is voor mijzelf, meneer. Mijn moeder is er net een jaar overgeleden, dus ja. Ik denk wel altijd op mijn moeder. Want moeder is één keer. Je hebt geen twee moeder. Moederdag, vindt u dat een grote onzin? Nee hoor. Nee man, dat is geen grote onzin. Moeders zitten toch niet te wachten dat ze één keer per jaar aandacht krijgen? Nee. Ze krijgen elke dag aandacht. Maar het is een speciale dag voor haar, toch? Echt een speciale dag om haar te herkennen. Zoiets kan je zeggen, toch? Bewijzen dat je van haar houdt. Je doet het elke dag. En hoe gaat u dat bewijzen? Ja, toch, ze moet niks doen. Even uitgaan, eten. Je weet toch, cadeautjes voor haar kopen. Laat ze weten dat ze er bent. Zou je dat niet gewoon elke dag van het jaar moeten kunnen doen? Ja, je doet het wel, maar niet elke dag kan het niet. Want je werkt ook. Ik werk 5 dagen per week. Ja, dan blijven er nog 2 over voor uw moeder. Ja, ik zie mijn moeder bijna elke dag. We praten bijna elke dag ook. Zondag aanstaande is het moederdag. Grote onzin natuurlijk, want moeders willen gewoon elke dag aandacht. Ja, ik vind dat ook. Moeten we gewoon afschaffen, die moederdag? Ik vind van niet. Moeders blijven moeders, ja. Ja, ik vind dat moeder wel een speciale dag nodig hebben. Wanneer ik ouder word, wil ik ook kinderen. Dus ze moeten mij ook een dag, een gelukkige dag geven of zo. Dat is gewoon eigen belang? Ja. Heb je cadeautjes gekocht voor je moeder? Nog niet, maar morgen wel. Weet je al wat je gaat kopen? Nee, ik heb nog geen idee. En je cadeautje van vorig jaar, wat was dat? Een beertje. Wat heeft ze ermee gedaan? Gewoon op haar kast gezet. Maar zit ze wel te wachten op een beertje? Nee. Maar waarom koop je een beertje voor haar? The love of my mother.